Hi, welkom in mijn keuken en welkom bij Maison Viridie. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe receptvideo. Ik ben Kirsten en ik kook graag from scratch, want alles dat je in de winkel kunt kopen, kun je ook gewoon zelf maken. Vandaag maak ik een recept dat echt super simpel is en heel erg lekker, namelijk soepstengels van bladerdeeg. Super lekker om bij soep te eten, bij de borrel of om gewoon zo als tussendoortje te eten. En deze soepstengels zijn dus echt heel makkelijk om gewoon zelf te maken. Ik laat het je zien. Laten we beginnen met het recept. Het lekkerst is het natuurlijk om deze soepstengels te maken van huisgemaakt vegan bladerdeeg. Een recept daarvoor van mij vind je hier. Maar je kunt natuurlijk ook lekker makkelijk, net als ik vandaag, kiezen voor vegan kant-en-klaar bladerdeeg uit de winkel. Veel van de verse rollen bladerdeeg uit de winkel zijn vegan, maar check natuurlijk even goed de verpakking. Als eerste verwarm ik de oven voor op 200 graden. Ook leg ik een bakplaat klaar met daarop een bakmat. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon bakpapier gebruiken. Ik gebruik dus vandaag kant-en-klaar vers bladerdeeg uit de koeling. Deze snijd ik in reepjes van zo'n centimeter breed. Deze reepjes leg ik op de bakplaat met een beetje ruimte ertussen. Vervolgens draai ik het reepje bladerdeeg zo'n 4 tot 5 keer, zodat je echt zo'n mooie spiraal krijgt. Dit doe ik bij elk reepje bladerdeeg. Met een kwastje bestrijk ik de reepjes bladerdeeg met een beetje plantaardige melk. De soepstengels kun je nu op smaak brengen op elke manier die jij lekker vindt, met allerlei kruiden of zaden. Ik maak vandaag twee varianten. Eentje met rozemarijn en grof zeezout en de ander met maanzaad. Ik bestrooi de helft van de soepstengels met wat gedroogde rozemarijn en ik strooi er ook wat grof zeezout overheen. De andere helft van de soepstengels bestrooi ik met maanzaad. Echt zodat ze van top tot teen onder het maanzaad zitten. De soepstengels zijn nu klaar om de oven in te gaan. In zo'n 10 minuutjes bak ik de soepstengels nu mooi bruin en gaar. A few moments later. That's it! Zo maak je gemakkelijk zelf soepstengels van bladerdeeg. Wil je dit recept voor soepstengels van bladerdeeg nog een keer rustig nalezen? Check dan de link in de beschrijving hieronder. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op Maison Viridie en deze video te liken, commenten en ring de bel als je vaker receptvideo's van mij wilt zien. En als je nog vragen hebt, laat het dan vooral hieronder weten in de comments. Ik zou zeggen, tot de volgende Maison Viridie en bon appétit! Oh jeetje. Nee, 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 god. De reep.